Directeur Iwan Snow van het Algemeen Bureau voor de Statistiek is vandaag tijdens een persconferentie breedvoerig ingegaan op de beschuldigingen aan zijn adres door minister Gilmour Hoefdraad van Financiën. Snow wordt ervan beschuldigd gemanipuleerd te hebben met de cijfers van het bruto binnenlands product BBP over het jaar 2009. De minister heeft deze beschuldiging in het parlement geuit op 21 februari 2019. Snow benadrukte tijdens de persconferentie dat het ABS het erkende instituut is voor het produceren van statistieken. Dat het ABS betrouwbare cijfers produceert, kan ook in rapporten van het Internationaal Monetair Fonds worden nagetrokken. Het 2009-cijfer was, als je zin hebt, is gunstig uitgevallen voor de frontregering. Maar was dat per se nadelig voor de volgende? Ik heb daar een vraagteken gezet, ik weet het niet. Maar 2010, dat ziet u wel, dat is in blauw. Is extreem gunstig uitgevallen voor de volgende regering, 2010. Moesten we niet reviseren, omdat we wisten dat er 1,7 miljard zou bijkomen. Dus zoveel meer leenruimte. Nee, want wat de regering doet, dat interesseert me niet, dat gaat me niks aan. Dat interesseert hem niet, zegt Snow. Hij vertelt verder dat het BBP van 2009 pas in augustus 2010 is uitgekomen. Als je 3,7% verschil krijgt, is het statistisch uitstekend. Dus ook dit is weer een punt. Hè? Welke brief heb je naar minister Boudou gestuurd? Ik hoefde niet de gedetailleerde resultaten met alles per sector, maar ik heb niks te verbergen. Juist omdat we niet gemanipuleerd hebben, zeg van kijk, dat was de eerste schatting op bedrijfstakniveau. En natuurlijk waren we er niet helemaal happy mee, daarom hebben we dus niet op bedrijfstakniveau uitgegeven, maar heel geaggregeerd. En dat was de tweede schatting. En de minister meent daaruit te moeten afleiden van, oh nou, dat hebben ze gemanipuleerd. Wat hij ervan wil maken, dat is voor zijn rekening. En waarom? Daar heeft hij me nog steeds geen antwoord op kunnen geven. Hè? Want de minister die communiceert met mij via de voorzitter van de Commissie voor de Statistiek. Dus ik heb terug via de voorzitter van de Commissie voor de Statistiek aan de minister een vraag gesteld waar hij tot op heden geen antwoord op kan geven. Dat was dus Iwan Snow, directeur van het Algemeen Bureau. En hij sprak vanmorgen op een persconferentie van het ABS omtrent de beschuldigingen door minister Hoefdraad. De bewindsman blijft echter bij zijn bevindingen en vindt zelfs dat de ABS-directeur zijn functie zou moeten neerleggen.